Het verlagen van de kostprijs en vrijstelling van invoerrechten zijn maatregelen die ervoor moeten zorgen dat basis- en strategische goederen betaalbaar blijven. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zegt dat ook lokale ondernemers worden ondersteund, zodat onze eigen producten tegen een zo laag mogelijke prijs beschikbaar zijn voor de consument. Waar het gaat om goederen die in Suriname geproduceerd worden, daar komt de overheid in, daar komt de regering in met diverse vrijstellingen, maar ook met subsidies die van toepassing zijn, zodat de grondstoffen voor die goederen lager worden. Ik mag u ook direct meedelen dat wij vooral dat traject voor het verhogen van de productie ingaan en ondernemerschap stimuleren. Dus één, ondernemerschap stimuleren en uiteindelijk ook de producenten stimuleren, zodat we ook onze nationale productie omhoog kunnen krijgen. De bewindsvrouw haalt verder aan dat er ook gewerkt wordt aan het produceren van substituties van goederen die voor een groot deel geïmporteerd worden. Ook hier is de ondersteuning van lokaal ondernemerschap belangrijk. Ik noem maar een voorbeeld, pindakaas. Er kan heel lekker pindakaas in Suriname geproduceerd worden. Dus het hoeft niet voor een groot deel zo geïmporteerd te worden. Dus ik wil, naast de prijscontrole is het vooral belangrijk dat ondernemerschap wordt gestimuleerd. Ik mag u ook aangeven dat het ministerie van Economische Zaken ook nu in gesprek is met de Wereldbank. Die ook in de naam ondernemerschap stimuleert. Om zo ook meer bedrijven de ruimte te geven om hun productie te verhogen, hun productiecapaciteit te verhogen. Dus op meerdere fronten zijn we bezig om de lokale productie te stimuleren, de lokale ondernemer te stimuleren en tegelijkertijd om de kosten van de producten zo laag mogelijk te houden, waardoor de consumentenprijs inderdaad laag mogelijk is en zo iedereen's koopkracht beschermd wordt. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie.